Zo, daar gaan we weer. Heel, heel erg lang heeft het geduurd, zeg. Dit duurde allemaal veel te lang natuurlijk. Ik heb er zo naar verlangd, naar dit moment. Eindelijk weer eens een rij mee met DVS TV. Met een coryfee. Rij mee met DVS TV. Met een coryfee. Ja, ja. En dat is een manneke die wordt eigenlijk steeds belangrijker binnen DVS. Want... Ja, die gaat toch een beetje het beleid onder andere bepalen en spelers, welke spelers wel, welke spelers niet enzovoort. Kijk, daar staat hij al klaar. Dat is hem helemaal. Ik zeg er verder nog helemaal niks over. Piet! Kijk! Koffie? Edmundo Rossi. Lekker bakkie koffie. Lekker bakkie straks, koffie. Straks even man. Onderweg. Heerlijk. Bij Speult of zo, weet ik waar. Nou, kijk eens aan. Gaan we daar richting. Ja, zo is dat. Edmund, man. Is het nou mijn heer Edmund of Edmund mijn heer? Ja, het is mijn heer. Grapje, hè? Ja, ja. Altijd hetzelfde, dat gedoe. Hey, Edmund. Ja. Rij mee met DVS TV. De eerste weer, hè? Na een hele lange periode. Oh, het is zo lang geleden. Zou jij blij zijn? Oh. Maar jij ook, hè? Heb je onderwijl, ben je nog druk geweest met DVS onderwijl? Of niet? In die coronatijd, of niet? In die coronatijd zijn wij als TC zijn we zeker doorgaan. Elke donderdag gewoon standaard de vergadering, het overleg. En dan, je bespreekt daar gewoon heel veel. Ja. Dus bij ons is het gewoon lekker doorgegaan. Ja, mooi. Hey, de A-selectie die heeft ook gewoon knalhard doorgetreden. Of knalhard. Maar gemiddeld zo 2 keer per week, of niet? Op een gegeven moment hebben we dus natuurlijk de eerste 6 wedstrijden gespeeld. En toen kwam het signaal van stoppen. Ja. Dat was net de wedstrijd die week voor VVOG. We zouden die zaterdag tegen VVOG voetballen. Klopt. We hadden net Dovo gehad, beker. Ja, beker, ja. Door. Dus ja. Ja, geluk. Uiteindelijk inderdaad die wedstrijd tegen Volvo werd uitgesteld, was de eerste bedoeling. Hè? Nou, dan ga je een week eigenlijk niks doen. Dan zit je achterover te leunen. Wat gaat er gebeuren? Ja. Nou, op een gegeven moment was het allemaal wel duidelijk dat het allemaal verder en uitgesteld werd. Ja. Ja, hoe ga je dan? Dan ga je met elkaar een plan van aanpak maken. Ja. Ja, dan ga je eerst wel 3 keer in de week trainen, zaterdags vrij. En dan ga je weer terug naar 2 keer in de week trainen. Veel via de medische staf dat ze opdrachten kregen vanuit huis te gaan oefeningen. Ja. Maar ook, lopen 5 kilometer. En gewoon een heel schema wat Zonneveld had samengesteld. Ja. En zo ga je die periode ga je in en dan zit je gewoon in een afwachtende rol van wat staat er gebeuren, wordt die competitie nog hervat. Ja. Nou, uiteindelijk weten we allemaal hoe het is verlopen. Ja. Ja. Ja, triest dus gewoon. Het is hartstikke triest, het is gewoon een verloren jaar. Ja. En ik denk als ieder voetballer liefhebber, is het gewoon gewoon echt heel jammer. Maar heb je het idee dat de groep wel naar elkaar toe is gegroeid in die periode? Ja, ondanks dat ze elkaar minder zagen natuurlijk. Hè, ja. Dan, want je hebt op een gegeven moment moest je gaan trainen met z'n tweeën. Groepjes van 4 was het eerst. Toen werd het teruggedraaid naar groepjes van 2. Ja. En toen werd het weer groepjes van 4 en toen kon je weer uitbreiden. Ja. Nou, uiteindelijk is er dan... afgelopen zaterdag groen licht gekomen dat we eindelijk weer gewoon in het groepsverband mogen trainen, maar ook met publiek erbij. Nou, ja. Fantastisch toch? Ik kijk er naar uit. Ja, ik ook. Ongelooflijk, ja zeker. Absoluut. Hey, Edmund, even wat anders. Ik kom er zo weer even op terug, hè, over de A-selectie enzovoort. Ja. En toekomstplannen, et cetera, et cetera. Jouw eigen carrière, hè? Ik denk dat ik wel kan beginnen met het feit dat je op je 15e al in het eerste zat, geloof ik, hè? Van Rauwveen.
Klopt ja, dat? Ja, dat klopt. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Ik ben natuurlijk geboren en getogen, zeg ik dan altijd maar, in Rauwveen. Een echte Rauwvener? Ja, Stappers Rauwveen, maar goed, het is echt Rauwveen. En daar in de plaatselijke voetbalclub, papa en mama die waren daar. Ja. En wat ga je dan doen? Ga je automatisch eigenlijk op de voetbal. Je trouwste supporters trouwens, hè? Zeker. Dat zeker. Vind ik zo verbazingwekkend mooi om te zien hoe die ouwe daar steeds weer. Ja, en je moeder ook. Ja, maar zeker. Ze zijn mij altijd gevolgd. Maar daar ben ik ze ook wel heel trots en dat ze dat ook hebben mogen kunnen doen. Hè? Overal naartoe, uit naar Hoek. Maar zeker. Ja, ik ben begonnen inderdaad in Rauwveen, de jeugdopleiding destijds doorgelopen. En uiteindelijk kwam zag Hans van Veer, hoofdtrainer destijds bij Rauwveen, zag het zitten in mij. Ja. En dan kreeg ik de mogelijkheid om het daar in het eerste te spelen. En gelijk ook al in de verdediging? Nee, rechter middenvelder. Rechts middenvelder? Ja. Dus gewoon lekker op het middenveld. En uiteindelijk is dat een jaartje gedaan, kampioen geworden. Gepromoveerd van de derde naar de tweede klasse was dat. Zo. Ja. Nou, ik had een lijn uitgestippeld. Ik wou het hoogst haalbaar in de voetbal bereiken. Ja. Wat heb je daarvoor nodig? En dat vertel ik, ik wou hogerop. Dus dan moet je naar een club gaan met ambitie. Ja. Of die het ook gewoon goed geregeld heeft. Nou, zeker. Dat werd Genemuiden. Ja. Daar heb ik me aangemeld. Heb ik gewoon gezegd, nou ga een jaar lang in mezelf investeren. Ja. En het pakte gewoon uit dat ik wedstrijdjes meepikte op mijn 16-17e. En uiteindelijk het tweede jaar bij Genemuiden werd ik een vaste basisspeler. Zo, nou, Genemuiden, dat is maar nogal een club, hè? Een prachtige club. Ook een enorme naam ook in het zaterdagvoetbal. Ja. Genemuiden. Ja, je had natuurlijk de hoofdklasse A, B en C. En C was dan met Genemuiden gewoon echt een prachtige zes jaar toch? Gevoetbald. Ja. Ja. En toen kwam Gerry Hamstra. En in die periode treden wij altijd nog twee keer in de week. Dat was normaal. Ja. Maar toen zei Gerry Hamstra, die zei... Hey Edmund, we gaan drie keer in de week trainen. Ja, ik zeg, Gerry, Edmund niet. Geerling bedoel je? Gerry Hamstra. Gerry? Van wie? Van... Ja, dat is, die is nou technische directeur geworden bij Ajax samen met Mark Overmars. Ja joh, die Gerry Hamstra. Ja. Maar uiteindelijk heb ik daar achteraf wel spijt van gehad, hoor, dat ik toen weg ben gegaan bij Genemuiden. Maar ja... Ik heb nooit gespijt gehad van de keuze die ik gemaakt heb. Ja. Uiteindelijk ben ik bij Stappers heb ik me aangemeld. En daar heb ik gewoon twee leuke jaren gehad. En uiteindelijk was het toch net niet dat stapje dat we konden zetten met Stappers. Ja. En dat heb ik wel bereikt bij Berkum. Was dat toen aanmelden of ja, hebben ze je een contract aangeboden? Ja, ik ben wel gewoon benaderd en uiteindelijk krijg je dan wel een contract. Dus, Ja. Maar geld was voor mij nooit belangrijk. Nee. Plezier is voor mij het allerbelangrijkste. Ik moet me goed thuis voelen bij een club. Ja. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Hey, en een paar jaar Staphorst? Dus twee jaar Staphorst inderdaad, ja. Ja. En toen? Berkum, geloof ik? Toen Berkum. Ja. Eén jaar Berkum was dat. Toen ben ik naar VVOG gegaan. En daar heb ik ook één seizoen mogen voetballen. En, maar toen werd de reisafstand voor mij te lang. Ja. En toen ben ik weer teruggegaan naar Berkum. Ja. En toen heb ik daar nog zes jaar mogen voetballen. Daar heb je ook tegen DVS gespeeld nog? Ja. Dat kan ik me nog goed herinneren. Ja. Absoluut. Ja. En, echt hele mooie jaren die laatste vijf jaar bij Berkum. Het is ook een warme club. Ja. Leuk, absoluut, club. Absoluut. Ja. Ja, dus voelde me goed thuis. Kampioen geworden. Uiteindelijk vijf jaar hadden ze mij niet meer nodig. Ja. En toen zou ik eigenlijk, wat ga ik nu doen? Ja. Je dacht al aan afbouwen. Ja. Misschien. Ja, dat dacht ik zeker al. Ja, echt hè? Ja. Ik heb ook altijd gezegd, als ik ben 30, dan stop ik met voetballen. Dan is het leuk geweest. Maar, ja. Uiteindelijk is dat nog 10 jaar doorgegaan. Kunstrijd er nog eens aan toe. Ja, dat is toch ongelooflijk, hè? Ja, dus,
Nee, maar hartstikke goed. Uiteindelijk in contact gekomen met DVS. Gerry Amstra en Henk Brentjes hebben mij toen eigenlijk daar bezocht. En ja. gevraagd om naar DVS te komen voetballen. Ja. Bij DVS. Ja. Ik denk dat dat de allerbeste beslissing ooit is geweest. Ja, nou, dat kun je wel zeggen. Hey, was dat nou het eerste jaar dat je bij DVS zat dat we kampioen werden? Of het tweede jaar? Het tweede jaar. Tweede jaar. Ja. Dat was natuurlijk een hoogtepunt voor je, of niet? Ja, dat lijkt me wel. Ja, het kampioenschap is altijd... dat is het mooiste wat je mee kunt maken. Je werkt daar ergens naartoe en je hoopt elk seizoen... Het is makkelijk zeggen, we gaan kampioen worden. Maar dat, ja. daar heb je zoveel factoren bij nodig. Ja. Ja. De groep moet klikken. Alles moet gewoon kloppen om iets te kunnen bereiken. Medewerking van Harkemaarse Boys. Flevo Boys met name. Ja, Flevo Boys, dat weet ik nog wel. Ik werd helemaal gek daar in Urk. Dus met die tussenstanden, jongen, Edmund, wat was dat gek. Ja, ik weet nog wel dat we een paar kratten bier naar Flevoboys hebben gebracht na een tijd. Ja, dat geloof ik, ja. Dus, nee, dat was gewoon, de groep was perfect, hè, maar het was ook, na elke wedstrijd gingen we in de kantine zitten, tafels aan elkaar, geld lappen en een lekker biertje drinken op z'n tijd. Ja. Maar ook dat we dan verder op gingen. Dan gingen we ook met de vrouwen erbij. Ja. En dat maakt het zo speciaal eigenlijk. Ja, sfeer verhoogd. Ja, ja, kijk, als verdering en dat is toch het thuisfront, als dat goed zit. Ja. En men zegt van, hey, ga lekker voetballen, kom straks kijken. Dan ben je als voetballer gewoon heel erg blij. En dan, dat geeft toch een bevrijdend gevoel. Ja. Dus. Heb je het daar in de contractbespreking met nieuwe spelers, heb je het daar dan ook over? Jouw mening daarover? Of niet? Nou ja, ik... Van hoe jij dat ziet, die samenhorigheid? Kijk. Als je voor geld gaat voetballen, zeg ik altijd, dan ben je verkeerd bezig. En dan pas je ook niet in mij, hoe ik het tegenkijk. Ik weet wat de naamsbekendheid is, ja. Dat weet ik. Maar als dat het belang is, dan kan ik ook net zo goed zeggen, van dan gaat het niet door. Ja. Want ik vind dat nu samenhorigheid. En je moet heel graag bij DVS willen komen voetballen. Ja. En we hebben een goed plan en die presenteer ik ook. Ja. Hè? Want het eerste gesprek is toch altijd de randzaken en het verhaal hoe ons plan is. Ja. Nou, en het tweede ding is toch altijd van dat financiële, zeg maar. Maar ja. Goed. Uiteindelijk vind ik, je moet het eerste plan gewoon goed presenteren en daar moeten die jongens warm voor worden. Als ze dat gevoel er niet bij hebben, ja. dan wordt het ook niks. Nee. Heb je ooit gedacht, ja, je hebt natuurlijk zelf enorm veel gesprekken gehad met DC's, hè? Ja. Pluk je daar nu nog de vruchten van in gesprekken die jij nu moet voeren met de nieuwe contractspelers? Nou ja, waar ik vaak tegenaan loop, dat mensen gaan zitten, ja. maar ze durven niet zeggen wat ze willen. Ja. En ik wist altijd precies wat ik wou. Niet gelijk het achterste van hun tong laten zien. En jij bent zo'n figuur van, pats, ik ben gelijk duidelijk, klaar. Ja, maar daar bereik je veel meer mee in die zin. Kijk, zeg maar gewoon wat je wil en wat je denkt en wat je doet. En daar kan ik ja of nee zeggen. Maar ja. Uiteindelijk snap ik ook wel dat je als TC moet wat aanbieden of et cetera. Dat begrijp ik ook wel. Maar de vraag van haal ik uit dingen uit mijn periode als speler technische staf. Daar neem ik zeker wat uit mee. Dan, ja. Ooit gedacht dat je in een TC zou komen? Dat was de ambitie absoluut niet. Nee, hè? Nee. Ik weet dat ik in 2019 kwam ik in contact met Leo. Want natuurlijk al kwam ik op DVS. Want ik zou van hier, daar heb ik 2 jaar afgebouwd dan. Ja. Toen zou ik eigenlijk met de jongens van, toen nog het vijfde, zeg maar, lekker gaan voetballen op een zaterdag wanneer dat kwam. Uiteindelijk kwam ik in contact met bestuurlid Leo van Dijk, die op dat moment de TC zou gaan vervangen. Ja. Dus die zocht mensen om hem heen. Ja. Ah, ik zeg, Leo vroeg van, god, is dat niet wel de functie voor jou?
Ja. Ik zeg, weet je dan, eigenlijk had ik gezegd van, hey, voetbal niet meer. Ja. Maar dan, ja, weet je, uiteindelijk vond ik het toch wel, ook wel een eer dat je gevraagd werd om deze in te vullen. Ja. Niet wetende, daar moet ik wel direct bij zeggen hoor, ja. Hoeveel tijd het kost. Ja, ja, dat geloof ik. Dat geloof ik zeer zeker. Ja. Ja, het kost gewoon heel veel tijd. He? Het kost heel veel tijd. Ja. En je hebt een 40-uurige werkweek. En daarnaast doe je zeg maar in de avonduren doe je nog heel veel voor de voetbal. Ja. Nou ja, dus en, ja, jezelf verbeteren. Dat is toch wel iets heel belangrijk. Kijk, ik heb nu 3 trainers onder andere gehad. Richard Plug ja. hebben we gehad. We hebben Simon Wali heb ik gehad. Ja. En nu met Peter Wesseling heb ik gehad. Dus leer je wel heel veel van? Leer heel veel. Ik heb van Richard heel veel geleerd in de communicatie. En Simon Wali die dacht ook een bepaalde manier van voetbal. Vond ik heel interessant. Ja. En daar... Kijk, je moet wel nagaan dat je wekelijks wel 3, misschien wel 4 keer in de week contact hebt met de trainer. Hè? Ja. Dat je dingen bespreekt, vooral een nabespreking. Hoe gaat de week door? Hoe kijk jij? Kijk, de TC bepaalt niet de opstelling. Dat is altijd een ding wat ik meegeef, zowel aan spelers als aan iedereen. Ja. Dus, maar het is wel fijn om met elkaar over te discussiëren, zeg maar. Ja. En is dat interessant met Peter? Ja, ja, zeker. Ja? Zeker. Ja, ja. Mooie kijk erop. Ik zie ze nu dan wel eens een tweetje van hem over het Nederlands elftal. Echt, dat is ook voor mij leerzaam hoor. Dan denk ik, hey, verrek, die ziet toch wel dingen die ik dan net niet zie. Het is nu natuurlijk zo actueel hè, met die wingbacks. Want je had het net over Richard. Richard Plug. Ja. Maar die had diezelfde ideeën als Frank de Boer uiteindelijk natuurlijk. Hè. En Louis van Gaal is daar natuurlijk ook mee begonnen in 2014. Kijk, elke trainer heeft een eigen spelsysteem eigenlijk. En daar hangen weer spelvoorkeuren of principes. Hoe net spelers moet je daar ook voor hebben natuurlijk. Hè. Juist, welke kwaliteit spelers heb je in de selectie, daar moet je ook naar kijken. Dus, en dat is dus weer terugkomen naar het verhaal. Alles moet wel kloppen om prestatiegericht te gaan voetballen. Ja. Kijk, uiteindelijk willen we allemaal het hoogste bereiken. Ja. Nou ja, als dat met een systeem kan waardoor we punten kunnen halen, dat zou hartstikke mooi zijn. Ja. Ja. Ik denk zelf dat als je een bepaald systeem wil invoeren, dat je daar dus tijd voor nodig hebt. En ik vind wat dat betreft jammer dat Richard eigenlijk dat niet heeft afgemaakt of af kunnen maken. Want ik denk dat DVS ver gekomen was met dat systeem, met die spelers, met die specifieke spelers. Ja. Maar nu met Peter Wesseling is het natuurlijk weer anders. Dat is toch weer in de richting van 4-3-3, dominant spelen of een ruit op het middenveld. Ja, zoiets toch? Of niet? Edmond? Kijk, natuurlijk, Richard had ook een selectie waar u tegen zei natuurlijk. Met de Patrick's en noem maar op. Maar Basile ook, die achterin alles beheerste. Ja. Dus ik denk daarin, als je daar... Ja, is dat kwaliteit zelden? Ja. Wie weet, dat weet ik niet. Nee, precies. De selectiegroep is iets compacter geworden of iets kleiner, hè? Of niet? Zit daar een idee achter, Edmond? Kijk, natuurlijk, we hebben 6 wedstrijden gevoetbald. Op een gegeven moment ga je dus, heb je gesprekstof over het voetbal, houdt op een gegeven moment wel op. Dus, en dan ga ik me dus verdiepen in andere dingen. Ja. Hoe kunnen wij selecties samenstellen? En dat was het punt. Het camerasysteem moest vernieuwd worden, daar hebben we in verdiend. Maar ook samen met de hoofd jeugdopleiding, Vincent en Jack, hebben we een constructie kunnen bedenken waardoor we talenten lang aan de club wouden binden. Ja, vind ik mooi. Prachtig. Uiteindelijk hebben wij dus, normaal hebben wij een selectie van veldspelers, 20 man. Nou, we hebben altijd gezegd van kijk, je moet wel basiswaardige spelers hebben. Ja. Maar
Maar de laatste twee plekken is altijd jongens de kans geven om die trekken bij de selectie om zich te ontwikkelen. En dat heeft geduld nodig. Ja. Kijk, geduld is in de voetballerij qua jongens die de overstap maken heel erg belangrijk. Ja. Want ik merk dat ze geen geduld hebben. Dat ze één keer mee hebben getreden, vinden ze, dan willen ze al meer. Ja. Nou, en dan gaan ze verder kijken. En dan kwam ik tegen zulke jongens mee in gesprek. En dan denk je, ja, wat wil je nou? Uiteindelijk, wij willen investeren in de jongens van de opleiding, maar ja, ze moeten ook wel een perspectief hebben. Ja. Wat hebben we nu gedaan? We hebben dus die 20 veldspelers hebben we gewoon standaard gemaakt naar 18 veldspelers. Waardoor we de jong 23, dat moet eigenlijk een visvijver worden vanuit de vereniging, vanuit de A-selectie. Ja. Maar je moet wel meetbaar zijn waar de jongens staan. Kunnen ze het aan, kunnen ze het niet aan? En dat is waardoor we eigenlijk zeggen van we trainen moet altijd met 20 veldspelers spelen. Ja. Waardoor er eigenlijk altijd kans is voor jongens van de 23 dat ze mee kunnen trainen met het eerste. Maar dan moeten ze wel het niveau hebben, maar ook het verdienen, om zo maar te zeggen. Ja, dat zag je toch zo nu dan bij de training ook, hè? Bij de partijtjes op zaterdagmiddag in die coronatijd. Ja. En dan zie je die jonge spelers zich toch ontwikkelen en optrekken eigenlijk aan de rest van de A-selectie natuurlijk. Hè? Ja, het is de beste leerschool om tussen die jongens te gaan voetballen die dat niveau en dat ze meenemen. Ja, naar die level. Ja. Nou, en dat heeft tijd nodig, maar inderdaad, we zien wel potentiële kandidaten dat ik denk van, jij kan nog ver gaan schoppen. Ja. Dus, want het is toch al wel weer een tijdje geleden, hè, dat vanuit de jeugd, Maarten van Dijk nu natuurlijk, hè, afgelopen seizoen, jammer voor hem dat natuurlijk niet helemaal het gewenste jaar is geweest. Ja. Nou, maar ergens zit er ook bij. We hebben Janiro gehad. We hebben Maarten van Dijk, wat je zei. Ja. Last zit er nog bij. Dus kijk. Arzini, die te snel vertrokken is, waar je het net over had. Ja. 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 Maar zo'n jongen had ook geduld moeten hebben. Ja. En dan was hij er ook gekomen. Ja, dus, denk ik ook. Maar kijk. Eigen jongens is vanuit de opleiding. Het is niet de eigen jongens vanuit het ermeloze zelf. Hè? Want dat misschien maakt men daar wel een inschattingsfout. Kijk, ik benoem eigen jongens is vanuit de opleiding. Ja. Dus, maar dat zal mooi zijn dat we hoe meer uit die visvijver kunnen halen. Ja. Dus dat niveau is wel heel belangrijk om dat van de jong 23 omhoog te houden. Even voor de duidelijkheid voor de TV, DVS TV-kijkers van Rij mee. Die nieuwe jongens, hè? Zullen we die eventjes doornemen? Ik noem even een naam en dan zeg jij van dat is zo'n soort speler. Nicky van Hilton. Ja, kan een rechtsback, kan linksback opkomen met een drive naar voren. Ja. Ja, heeft toch al in de A-selectie van Almere City gezeten, of niet? Ja, ook dat. Ja. Ja, mooi. Tim van den Berg. Ja, Tim zien we ook heel veel opbouwend, heel sterk. Een grote jongen, kopsterk, goede paas. Inspeelpaas is goed. Dus goed speloverzicht. Ja, meer het type van jou of niet? Centrale beter. Verdediger? Beter, denk ik. Ja? Echt, ja een echte centrale verdediger, Tim het moet ook. Ja, Tim kan centraal, maar kan ook op het middenveld. Hij is multifunctioneel speler, maar Tim heeft heel veel voetbalvermogen. Ja. Dus ik ben blij dat hij voor ons heeft gekozen. Zeker, want achterin ziet het er redelijk stabiel uit, moet ik zeggen, hè? Toch? Ja, zeker. Diverse mogelijkheden. Verder, help mij even. Frenkie Overmars hebben we gehaald. Nou, ja, Frenkie ook. Frenkie, ook heel duidelijk gezegd. Frenkie, linksback, daar moet je op gaan richten. En dan
Gewoon ook eroverheen verdedigende taken, maar ook een aanvallen. Concurrentiestrijd met Finn Kluiver natuurlijk. Met Finn Kluiver. Want Finn is natuurlijk ook van Dittem. Ja, heerlijk. Kijk er naar uit. Ik ben benieuwd. Hoe zich dat ontwikkelt. Nou, verder hebben we weinig nieuwelingen voor het komende seizoen, toch? Hairi Pinazzi natuurlijk. Ja, Hairi. Dus, niet te vergeten. Hairi, geweldig. Ik heb een jaar met, ik weet nog wel het eerste jaar dat Hairi bij ons kwam. Toen speelde ik nog samen met hem. Wat een klootzak was dat, zeg. Voor de tegenstander, of niet? Nee, ook voor. Ik had ook wel woorden met Hairi. Ik heb rechts tegenover elkaar gestaan. Ja, zowel op de training als in de kleedkamer. Maar Hairi ziet het spelletje zo goed. En het tweede jaar, zelfs. Hij leerde mij van alles. Ik vind het zo waanzinnig goede voetballer. Ja. Tussen de linies en schuine ballen willen hij altijd hebben. Ik heb stiekem even een paar keer gekeken zo, die zaterdagmiddag naar die oefenpartijtjes. Maar toen had ik het idee dat hij conditioneel ietsje achter lag. Klopt dat? Als je op tijd vertrekt bij helft, dan ben je nooit te laat. Dat is wel zo. Dat is wel zo. Hij heeft wel enorme inzicht. En, ja, je merkt gewoon aan hem dat hij het bij DVS ook naar zijn zin heeft gehad. Ja. Toch? Ja, zeker. Maar nog steeds wel herken ik dat in, hij zit nu al bij de jeugd. Met name met Eren natuurlijk, hè? Ja. Die hopelijk ook die stap kan gaan maken. Eren kan zo fantastisch goed voetballen. Hij heeft opstartproblemen gehad. Ja. Maar hij is ook nog maar 19 jaar is hij. Ja. Maar die jongen die kan zo goed voetballen. Ja. En die komt er wel. Daar ben ik heus niet bang voor. Maar het heeft gewoon even tijd nodig. Ja. En het is van daar naar daar. Dat vind ik, Dus, maar die jongen die gaat er echt wel komen. Maar die heeft zo'n Hairi Pinazzi denk ik wel nodig, ook of niet? Ja, maar... Daar kan die heel veel vruchten van plukken. Ja, absoluut. Laten we zo zeggen, die samenwerken met die twee. Ja. Ja, leuk. Dus. Nou, de rest die moet zich natuurlijk allemaal nog waarmaken. Hè? Ali Akla, die moet nog maar de vorm die jij eerder bij DVS en IJsselmeer volgens had. Hè? Die moet dat natuurlijk ook nog zien te klaren. Maar dat komt ook wel goed. Ali die traint ook gewoon prima. En wij weten, iedereen weet wat Ali ook kan. Maar Ali moet niet exploderen. Hè? Dus dat niet. Hij moet op de juiste momenten de rust pakken. En hij kan gewoon een meerwaarde voor het hele elftal zijn. Luisteren naar zijn lichaam bedoel je? Ja, dat bedoel ik. Ja, zeker. Ik denk dat hij. En in die zin is zijn manier van voetballen is wel veranderd. Ten opzichte van de tijd bij DVS toen, hè? Ja, zeker. Dus kijk, dat jaar heeft hij zijn transfer naar IJsselmeervogel ook verdiend. Dat kwam omdat wij gewoon aantrekkelijk voetbal speelden. En hij een belangrijke schakel was in onze team destijds. Ja. Nou ja, en dat heb je ook meegemaakt met Mike. Met Mike Ares. Ja. Mike die verdiende ook de transfer naar Spakenburg. Zeker. Dus. Uitgebalanceerd team toen, hè? Ja, gewoon. Met Okan natuurlijk als big man, hè? Okan fantastisch. Zo kan. Ja, zeker, jongen. Ook een beetje een Hairi type vind ik ook. Ja. Ook een punt naar achteren kan hij goed spelen. Ja. Stond ook altijd goed tussen de linies. Ja. Dus geweldig, man. Ja, zeker. Hey, geniet je van het, van het in de TC zijn? Ik geniet zeker. Nogmaals, ben eigenlijk het eerste aanspreekpunt vanuit de trainer. Dat geeft heel veel. Dus daarin is het heel belangrijk om ideeën te wisselen. Maar de communicatie is goed. En dan koppel je dat terug aan je medestafleden. Ja. Mochten dingen zijn. Maar ik geniet wel, dat is de vraag. En dat wel. Ik doe het met plezier. Ja. En dat vind ik gewoon heel, heel erg fijn. Ja, mooi. Mooi. En ik hoop dat plezier ook overgedragen wordt naar de selectie. En dat we met z'n allen een fantastisch seizoen mee gaan maken. Ja, dat hoop ik ook. Dat het gewoon een waanzinnig mooi seizoen gaat worden. Want ik ben ook zo benieuwd naar Stef Nijland. Dat is natuurlijk. Hè, die heeft ook nog nauwelijks eigenlijk minuten gemaakt. Maar ja, dat hij kan voetballen is super duidelijk.
Stef gaat gewoon weer heel belangrijk worden, maar iedereen is belangrijk. Ja. Hè? Elke speler heeft zijn eigen kwaliteiten. Ja. En je moet ook je kwaliteiten benutten om anderen weer in de stelling te brengen om zijn kwaliteiten weer te uiten. Dat is het allerbelangrijkste. En zo krijg je een perfecte samenwerking. Precies. Hartstikke mooi. Gaan wij een bakje koffie doen, Piet? Ja, we gaan een bakje koffie doen nu. Ja? Ja, dat gaan we zeker doen. Super. Hey, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Heb jij zelf nog iets waarvan je zegt, dat wil ik absoluut nog wel even gezegd hebben? Nee. Nee? We hebben voldoende erover gehad. Denk ik toch wel. Ja, hè? Denk ik ook. Volg vlug. Oké, ik vond het leuk. Ja. Prima. Hartstikke. Zijn we nu al 35 minuten bij? Ja, dit is lang, hè? Het is lang, hè? Het is echt ongelooflijk. Ben ik nou de hele tijd een woord geweest? Nee, toch? Je bent vrijwel, zeg maar drie kwart, ongeveer 80% aan het woord geweest. Gaat Lex... Had je nooit gedacht van jezelf, of wel? Nee. Maar gaat Lex nou ook nog die goal tegen Harkema erin monteren? Als dat zou kunnen, ja. Oh, hier die thuiswedstrijd toen. Woe! Of ja, niet? Ja, zeker. De eerste corner was van Mikey, was ja, niks. En de tweede was... Vervolgens die blunder van Daan. die foto met zijn zoontje. Hè? Maar ik weet nog wel dat hij maakte die 3-2. Hoe doen we dit? We maakten de 3-2. Oh, je kunt hem ook afdraaien. Ja. Dat is veel makkelijker. Goed zo. Lekker bakkie. Lekker. Maar hoe heet dat? We maakten zeg maar die 3-2, die kopbal, die corner. En 4 minuten later lag hij weer de Ulrik, volgens mij. Ja, klopt ja. Ulrik. Oh, man. Wat een spanning was dat toen, hè? Ja. Niet normaal. En dan die zaterdag daarop, zo'n apotheose. Dat was toch... eigenlijk kampioen worden uit... Dat is eigenlijk nog het mooiste. Ja. Omdat je weet, je gaat douchen, je eerst op veld, je gaat douchen. Ja. En dan ga je met de bus terug. En dan, als je dan hier komt, wat voor mensen er allemaal staan, jongen. Fantastisch. En dat is mooi dan. Ik heb het nu gewoon drie keer gepromoveerd via de na-competitie. Ja. En dan was het altijd een uitwedstrijd. Voor mij in mijn. Nou, fantastisch. Want dan kwam je altijd met de bussen kwam je weer thuis. Ja. Of op sportpark. Ja. En dan zie je dat publiek allemaal staan, jongen. Man, wat een feest. Goh, wat een feest. Ook met die boot naar Urk. Ja, maar dat het dan zo eindigt, uiteindelijk. Maar die boot, die heb ik helemaal niet... dat hebben we alleen maar gehoord. Maar die beleving heb ik niet gehad, hè. Wij zijn nooit op die boot geweest. Nee, je bent nooit op die boot geweest, nee. Op die boot gekomen dan? Ergens? Volgens mij niet, hoor. Nee. Ik ben de heenreis mee geweest op de boot. En terug moest ik natuurlijk ook een beetje spiekeren. En ben ik met personenauto meegereden. Ja. Ja. Nou ja, dat is een feest dat ik nooit zal vergeten. Dat is, maar het zou wel mooi zijn als je dat nou eens een keer stiekem kon evenaren. Zeg ja, maar. Ja, ja. Dat zou wel heel mooi zijn, ja. Jazeker. Maar ja, het woord is aan deze selectie. Hè? Toch? Zeker. Of niet? Zeker. Absoluut. Ja. Oké. Nou, nogmaals, bedankt. Helemaal top. Zelfs de koffie staat erop. Yes. Oké. Bedankt, hè.